Hey yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Nintendopia. Oftewel, Miitopia met Nintendo characters, zoals je daar al ziet. Je ziet hier bijvoorbeeld NK staan. En voordat we naar NK gaan, gaan we met Toad, Zelda en Red iets anders doen? Ik weet niet, maar we gaan iets anders doen. En we zijn allemaal verbaasd met wat hier gaat gebeuren. Wat gaat hier gebeuren? Wat hoor ik daar? Ik hoor een paard, jongen. Er staat een paard in de gang. Wie is daar? Of op het veld. Ik weet niet waar die staat. Ja, ik hoor hem in ieder geval wel. Een paard in nood. Is het paard een jongen of een meisje? Ik ken maar één paard wat ik wil in de wereld van Nintendo. En dat is Epona natuurlijk, het paard van Link. Even opzoeken. Het is niet helemaal duidelijk. Maar ik denk dat Epona een meisje is. Tijd om het paard te ontwerpen. Oh man, dit is al bijna Epona. Oké, Epona is wel iets groter. Epona heeft wel een beetje een smalle snuit. Maar Epona is ook heel sterk. Wacht, nee. Dit is niet Epona. Dit is ook niet Epona. Dit lijkt meer op Epona. Dit lijkt ook niet op Epona. Dit lijkt ook een beetje op Epona. Maar ik ga denk ik toch voor cool dan. Ja, of gewoon normaal. Deze voel ik ook wel. Eens even goed kijken. Normaal, cool of knap? Nee, niet knap. Die valt af. Of normaal. Nee, cool. Want Epona heeft wel een beetje een langwerpige snuit. Dit is hem. Zijn manen. Dus even kijken wat voor opties we daarvoor hebben. Recht geknipt. Nee. Lang. Nee. Piekerig. Dit is wel vet. Dit is de allercoolste. Maar nee, dit is niet Epona. Knotjes ook niet. Vlechtjes ook niet. Oftewel natuurlijk. Kan ik er ook kleuren aan geven? Ik hoop het. De staart van Epona is inderdaad wel al pluizig, denk ik. Ja, pluizig, yes. Ogen zijn rond, ovaal, nee, half open. Aandoenlijk, realistisch of loensend. Ja, jemig, jongens. Dan ga ik maar voor realistisch, denk. De beenomvang. Oh, die kunnen we er groter maken. Nou, hij is wel aardig gespierd. Ja, zo joh, prima. Hij heeft ook horens. Nee, maar Epona heeft geen hoorn, maar dit is zo vet. Ah, dit is zo cool. Je kan gewoon een eenhoorn maken. Ah, Epona, nee, ja, sorry. Oké, we kunnen de kleur wijzigen. Ik denk dat Epona eigenlijk wel ietsjes donkerder is. Like this. Ja, het is ook, Epona is ook wel een beetje roodachtig in sommige games. Ah, maar in Breath of the Wild is die wel wat donkerder. Dit is denk ik niet de kleur. Ik denk dat dit ongeveer de kleur moet zijn. Of dit. Ja, ik denk dat dit de kleur van Epona is. Denk het wel. Wat is een bless kleur? Oh, dat is daar op zijn koppie. Ja, dat is bij Epona wit trouwens, jongens. De neuskleur. Ja, Epona heeft wel een donkerdere neus inderdaad. Kunnen we zeggen dat die neus gewoon zwart is? Laten we het op donkergrijs houden. En dan de sokkleur. Ja, dat is wel echt wit. Ja, cool. Dan de manen kunnen we nog kleuren. En de manen van Epona zijn ook wit. En de haarpuntkleur. Ja, helemaal wit. Dan de staart. Ja, de staart begint donker. En dan wordt de staart dus wit. Dus dat is dan ongeveer zo, denk ik. Ja, dit is wel accurate. Dan de kleur ogen. Volgens mij heeft Epona blauwe ogen. Misschien een iets donkerder blauw. Even kijken. Ja, misschien deze kleur blauw. Dit is beter. Ik wil toch nog even naar het lichaam kijken hoor. Dat is natuurlijk wel echt een stevig paard, Epona. Nee, we moeten wel voor cool gaan. Eigenlijk heeft Epona wel wat langere manen hoor. Dan zou je zeggen dat dit hem misschien moet zijn, maar ja. Ja, misschien toch wel. Misschien is dit hem toch wel. Ah! Gaan we dan de ogen ook nog aanpassen, toch? Stiekem vind ik dit eigenlijk wel leuke ogen, maar het past totaal niet bij Epona. Oké, jongens, dit is hem. Dit is onze Epona. We hebben gewoon een paard. Althans, we hebben hem nog niet. We moeten het paard nog eventjes zien te bevrijden van de gnoompinoompies. Kom op, dat kunnen wij wel. Dat kunnen wij wel. Wij zijn bazen, jongen. Toad, Zelda, Red. Let's go. We gaan het paard redden. Als je dit nou een vette game vindt, jongens, doe sowieso even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Ik vermaak me echt perfect met deze game. Hij is echt serieus veel leuker dan dat ik van tevoren had verwacht. Ik heb het echt naar mijn zin. Let's go, Zelda. Pak ze. Ik hoef geen eens iets te doen, joh. Mijn maten doen gewoon alles, joh. Red en Zelda nakken gewoon al die enemies. Geen probleem. Doen ze gewoon even. Red gaat naar leveltje 6. Wat een teampie, jongen. Echt een dreamteampie. Net als jij en ik. We hebben de 50.000 abonnees gehaald, jongens. We zijn een dreamteampie met z'n allen. En daar is Epona, hoor. Ja, die ligt er toch wel mooi bij hier. Dit vind ik toch wel vet. Ze lijkt er toch wel een beetje op. Lief paardje. Hé, maar kom mee dan.
Je laat dat paardje toch niet zomaar achter? Kom gewoon gezellig mee huppelen inderdaad, joh. Hartstikke leuk. Terwijl Red zegt dat hij zijn kat mist. Dood is het hem eens. We hebben net een paard, jongens. We hebben een paard gefixt en jullie missen je kat. Wat is dit? Kijk. Daar is die. Ja, dit is ons gevolg. Natuurlijk, joh. Epona wil gewoon met ons mee. En natuurlijk mag het paard zich bij ons aansluiten. Let's go, man. Dit is toch hartstikke leuk. Epona en Miitopia. Fantastisch. Kom maar mee, party. Gaat het paard die ook vechten dan? Dat zou echt sick zijn. Tot een ieders verrassing. Sluit het paard zich bij ons aan. What? Dat is maar een grote, hè? Ja, een flink paard, die Epona. Die ziet er flink sterk uit, zeg. Wat een lieverd. Nou, gezellig. Wat? Wat gebeurt er? Hoe zullen we dit paard noemen? Ah, kijk, we moeten nog een naam geven. Ah, die hebben we al lang gegeven, natuurlijk. Epona, lekker hoor. Hoe klinkt dat, jongens? Zelda twijfelt nog een beetje. Die vraagt aan Toad wat hij ervan vindt. Ja, Toad vindt het goed. En Red vindt het helemaal super fantastisch. Wat? Dikke party! Hoera! Nou, het is een mooi party hoor, dit. Ben je er klaar voor? Je heet... Epona! Ja, Epona is er klaar voor. Die vindt het een leuke naam zo te zien. Oh, ik kan ook nu gewoon met het paard in de stal chillen. Terwijl Toad en Red elkaar aardiger beginnen te vinden. Nou, super nice. Oh, kijk me slapen bij het paard. Het paard is niet alleen lief, maar ook dapper en sterk. De relatie met je paard is bepalend voor gevechten. Om vrienden te worden helpt het om in de stal te slapen. En daarna zul je al snel je beste paard weer niet van stal halen. Epona die denkt aan Toad. Wil je Toad bij je? Oh, oké. Nou, we gaan maar even kennis maken dan met onze kale vriend. Nou, Toad heeft een wortel. Oh ja, Toad is natuurlijk onze kok, hè. Die kan natuurlijk het paard ook voeren, ja. Ja. Toad vond het lekker. Wat? Je geeft de wortel toch aan Epona? Waarom staat er dat Toad het lekker vindt? Dit was heel raar. Even kijken hoor. Zelda die wil even met mij chillen. Hallo. We hebben fantastische herinneringen gemaakt aan het verslaan van paddenstoelen en champignonnen. En ik ben heel erg onder de indruk. Zie je het? Aan mijn gezicht. En we gaan weer verder, jongens. Mogen we nu eindelijk naar binnen, mevrouwtje Enka? Mogen we nu het kasteel in van jou? Serieus, soldaat? Dit is de weg naar slot Rekruton. Helaas mag ik geen... Jawel, ik heb een brief, jongen. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat ik een brief heb. Heb je die gezien? Doe dan ook even hier een duimpje omhoog. Als je dat daar ook hebt gedaan. En als je dat daar niet hebt gedaan, doe het dan sowieso hier. Anyway, we mogen daar binnen. Want we hebben een brief van de burgemeester. We mogen verder lopen. Na zoveel afleveringen zijn we eindelijk binnen. En daar staat Wario. Met zijn mooie pruik. Daar gaan we. Paardje komt gezellig mee over de kasteelmuren. Wat gaat er hier gebeuren? We kunnen het slot vanaf hieraf zien. Dat is nou eens een echt slot, zegt Toad. Zou de koning thuis zijn? Toad heeft nog nooit de echte koning ontmoet. Dude, Toad. Jij hebt nog nooit de echte koning ontmoet? Waar denk jij dat Prinses Peach vandaan komt? We kunnen naar de game tickets of naar de hendel gaan. We gaan naar de hendel. Laten we de hendel overtrekken, overdoen. We gaan hem omzetten. Ik weet niet of dit... Ja? Was dit de bedoeling? Kunnen we door? Oh, we kunnen nu naar de schat. We hebben een verborgen pad gevonden, joh. Heel nice. Pompidompidompidom. Battle. Nou ben ik heel benieuwd of ons paard ons ook gaat helpen. Kijk, hij staat er wel achter, ons paard. Lekker, man. Jeetje, Red wordt echt steeds beter. Red wordt echt ziek goed, jongen. Hoppakee, een tootje. Nou, dit is allemaal easy. Ik weet niet wat we hebben gedaan. Maar opeens zijn al onze battles easy. La 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 la. Volgende battle. Is die ook easy? Nou, de banshees zijn wel beter. Ik ben benieuwd hoe we het tegen deze banshees doen. Ja, oké. Okay. Red raakt ze twee keer. Zelda, die gaat even vals zingen. Oh, rustig aan, joh. Oh, wow, wow, wow. Die nakt wel eventjes gewoon keihard die enemies. Kijk, doodgaan. Ja, mijn team, jongen. Mijn team. Ik ben zo trots op dit teamfie, jongen. In het begin was het veel moeilijker. De battles gaan nu opeens best makkelijk. Misschien zijn het gewoon makkelijke tegenstanders. Dat kan natuurlijk ook. Hey, herberg hype. Hey, Toad en het paardje zijn gewoon kennissen geworden. Matties, we kunnen nu een aanval te paard doen. Heel sick. Nou, Zelda die wil natuurlijk ook even met Epona chillen. Ja, Zelda en het paardje Epona. Kijk eens, wow, je neemt zelfs twee dingen mee. We weten dat hij een wortel lekker vindt. Volgens mij. Kijk, ja, dat vindt hij inderdaad lekker. Nice. En zij zijn nu ook kennissen. Dus even kijken of we nu het kasteeltje in kunnen, hoor. Ja, we kunnen nu dus naar Wario. We kunnen ook eerst even de schat gaan pakken. Laten we dat eerst maar eens even doen. Heeft Rikketje soms uien gegeten, vraagt Toad.
Gast, beledig mijn scheetjes niet, jongen. Jouw scheet te muren. Gast, mijn hand stinkt nu naar jouw puffen, jongen. Ga weg. Go, go, go. Toti heeft weer een nieuwe outfit gekregen nu. Maar ik maak alleen gebruik van de effecten van de outfits. Want anders dan verandert hun uiterlijk en dan lijkt hij helemaal niet meer op Toot. Dus, let's go. Hij mag er lekker uit blijven zien als Toot, ook al is hij soms kaal. Heerlijk gedaan, jongen. Heerlijk gedaan, joh. Zelda, die sloof zich ook even uit. Die gaat ook wel lekker. Wat een prestatie, Zelda. Nou, de Zelda krijgt nog even een complimentje erbij. Ga ik even keihard op die Banshee. Die wel blijft leven, trouwens. En Toad gaat hem dan ook smacken, terwijl Red hem kon helpen. Ja. Ja, lekker dit hoor. Teamwork. Het wordt steeds meer teamwork. We hebben alleen nog niks met paard gedaan. Jongens, moeten we Epona ook niet zo langzamerhand eens even gaan gebruiken? Nee, nee, hoeft niet. We doen het al. Oké, dan doen we het allemaal zelf. Ik heb niks gezegd, jongens. Rustig aan. En dan gaan we nu naar onze grote vriend Wario. Ik vind Wario er wel echt fantastisch uitzien ook hoor. Met die pruik, dat past perfect bij Wario. Het is hilarisch. Sowieso alle Nintendo-characters in deze game zijn echt hilarisch. Maar eerst moeten we afrekenen met de vrolijke zwammen en de Banshees. Red is altijd als eerste. Red is veruit de snelste. Toad gaat ze ook even pakken. Wat ze flats. Dan pak ik die andere vrolijke zwammen even aan. Die is dan ook weg. Dan gaat Zelda nog even een move doen. Oh, die zorgt ervoor dat ik nog een keer mag aanvallen. Ah, ik doe weer de verkeerde move. Ik ben weer aan het beschermen. Dat is niet de bedoeling. Ja, het kan wel, maar... Nou ja, ik wil eigenlijk een andere move doen. We zijn nu wel betere maten geworden, Red en ik. Dus dat is heel chill. Kijk dit team, jongen. Twee OG Pokémon trainers. Je weet zelf. Go get him! Lekker, nog één Banshee over. En die pakt Zelda even. Ja, met Bulb van Rikachu. Ja, dat was mooi. Die was mooi. Wario, waar ben je dan? Sta je ergens te chillen op de muur? Waarom zijn er zoveel enemies tussen Wario en mij dan? Waarom doet Wario niks? Waromio, dat doet Wario niks. Lekker gedaan, Red. En als Zelda dan ook nog even zo'n move doet, dan zijn ze gelijk klaar. Oh, wacht even. Oh, wow, 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 wow. Wow, het paardje bemoeit zich ermee. Ja, een aanval te paard. Let's go, let's go. Lekker, Epona. Bam. Zo, die doet ook aardig pijn, jongen. 24 HP damage. Heerlijk. Red mag nog een keer aanvallen. En dan zijn sowieso deze blopjes allemaal weg. Godzeflats. Ik hoef zelf niet eens iets te doen, man. Ik kan gewoon lekker chillen. Lekker een beetje sushi eten of zo. Nou, dankjewel. Dankjewel dat ik niks hoef te doen. Daar is die hoor. Wario, die zit al klaar voor zijn maaltijd. Natuurlijk zit Wario weer te eten. Ja, die vindt het lekker. Zelfs de nasmaak is goddelijk. Als een fris briesje dat zachtjes over de velden waait. Hij gaat helemaal los op zijn taartje, jongens. Hallo, ik ben de reizende fijnproever Wario. Het beste in haute cuisine brengt me naar hogere sferen. Je moet dit absoluut proeven. Oh, thanks man. Thanks voor al die kwarktaartjes, G. Bon appetit. Oh, jij was gewoon alleen hier een beetje op de muur aan het eten, joh. Ik denk, jij bent een of andere beschermer van dit kasteel of zo. Nee, zit hij alleen een beetje zo kwarktaart naar binnen te harken. We hebben trouwens 100 mensen gered. En daardoor krijgen we weer een goddelijk geschenk. Meer HP-strooisel. En dat is van harte welkom. En het MP-strooisel wordt ook meer. Nice! Nice! Laten we lekker doorgaan met mensen redden. Want dit is alleen maar positief, joh. Kijk, de relatie tussen Zelda en Epona wordt ook beter. Totally in love zijn ze. Nou, dat nog net niet, maar ze zijn wel level 3. Oh, Red is gewoon alleen aan het slapen. Alleen in zijn kamertje. Hé, maar laten we even die kwarktaart gaan harken dan. Kwarktaart, jongen, van Wario. Beter vind je het lekker, Toad? Ja, Toad die vindt het wel nom nom nom. Zo! Die gaat als een malle. Betekent dat ik er gewoon nog eentje aan Toad moet geven? Ik bedoel, als je het zo lekker vindt. Ja, als alle stats gewoon omhoog gaan daardoor. Ik geef er ook even eentje aan Red. En dan hoop ik dat hij het ook lekker vindt. Nou, ah, hij vond het ook wel... Ja, oké. Okay. Nou, hij vond het ook lekker, ja. Slijmgelei, dat vind ik vooral heel erg lekker. En Red ook. En de champignonschotel, die is van Zelda. Ik hoop dat hij het lekker vindt. Oh. Sorry, Zelda. Ik wist niet dat je niet van champignons hield. Maar jongens, we mogen naar het kasteeltje toe. En in de vorige aflevering zei ik dat ik dat vandaag ging doen. Maar toen wist ik nog niet dat we een paard gingen maken. Dat Epona zou komen. Dus nu gaan we in de volgende aflevering naar het kasteel. Doe even een duimpje omhoog als je dat wil zien. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En zie ik je gewoon morgen bij een nieuwe aflevering van Nintendopia. Mazzel!